Dit jaar hebben we 3300 deelnemers. Dat is het grootste aantal wat de Incom tot nu toe ooit heeft gehad. En met dat aantal trapte men vandaag de week van de Incom af, waarin kennis wordt gemaakt met alle facetten van het studentenleven in Maastricht. En dat gebeurde weer met een infomarkt. We staan hier momenteel op Welcome to Maastricht. Dat is de grote informatiemarkt van de Incom. Dus hier kunnen allerlei partijen die binnen of buiten Maastricht zijn, kunnen zich hier presenteren aan alle nieuwe studenten. Dat gaat om commerciële partijen tot aan verenigingen, stichtingen. How are you liking it? Yeah, it's great here. Yeah, so far really, really nice. Really nice people here. It's fun. Jij zit in de rij van Tempoes? Ja, daar hebben we echt zin in. Ik heb nooit een Tempoes gehad. Dus, nog nooit? Nooit. En hoe komt dat dan? Omdat ik nog niet echt in Nederland heb gewoond. En jij? Ik heb toch genoeg gehad. Ja. Maar een Tempoes is altijd goed, toch? Ja, inderdaad. Kan er altijd bij. Iedereen heeft er dus vooral veel zin in. Hoewel er een paar verschillen met voorheen zijn. We hebben er dit jaar voor gekozen om alle grote buitenevenementen op één en dezelfde locatie te doen. Dus dat is hier op de Tapijnkazerne. Daarnaast werken we dit jaar met hardcups. Dus echt van de harde plastic bekertjes. Dus niet meer de wegwerpbekertjes. We hebben een nieuw evenement ontwikkeld. Set Your Own Limit heet dat. Dat gaat vooral over de mentale gezondheid van de studenten en het grensoverschrijdend gedrag. Speciale aandacht voor mentale gezondheid dus, ook op de infomarkt. We zien dat juist ook de internationale studenten soms moeite hebben om aansluiting te vinden of om iemand te vinden met wie ze hun problemen kunnen bespreken. De gezondheidszorg in Nederland nog niet helemaal kennen, dus niet weten waar ze terecht kunnen op het moment dat ze ergens last van hebben. En dat kunnen ze dan eerst een keer met ons bespreken. It's okay to go to a doctor if you have a broken arm, but it's like kind of creepy if you go to a doctor because of a brain. And I think it's really, really important to pay attention to that. When you don't have the opportunity to go out, it's really hard to get to find friends. So some mental support is also very welcome. Yeah, of course. En dan hebben we het nog niet over het vinden van een huis of slaapplek. De meeste deelnemers hebben overigens gewoon de slaapplek, dus dat is heel fijn. En voor de deelnemers die eventueel nog op zoek zijn, proberen we die naar verschillende hotels hier in de stad te sturen. Of ze zouden eventueel bij verschillende studentenpartijen kunnen slapen. Dus er is eigenlijk voor iedereen wel een passende oplossing. Is het gelukt om een kamer te vinden? Ja, gelukkig wel, maar op het nippertje, op het nippertje. And I'm really lucky to find shared living here and we have a house. But it was really, really hard to find, like the Facebook groups were full. And I'm really, really glad that I found one. Oh, Jelly, darling, darling, come to me, my love.